Ik ben Martin Wijnen, commandant van de landmacht. Ik ben geboren in Hattem, maar woon tegenwoordig in Enschede. Hier in Enschede voel ik me thuis en kom ik tot rust. Een stabiel thuis vind ik belangrijk. Sowieso voor elk mens, maar voor elke militair in het bijzonder. Want als militair zijn we al zoveel van huis weg. Ik hou enorm van sport. Skiën doen we met z'n vieren, met het gezin. En individueel is het wielrennen, voetbal en hardlopen. Als scheidsrechter combineer ik zo hobby en training. Vaak fluit ik het team van onze zoon. Ik vind het prachtig om de inzet en duelkracht te zien. Bij beide teams, bij het eigen team en natuurlijk vooral ook bij mijn zoon. In een continu veranderende samenleving, waarbij bedrijven als Uber en Amazon de maatschappij revolutionair raken, kunnen wij niet achterblijven en moeten we samenwerking zoeken. Dat doen we onder andere met onze internationale collega's, maar dat doen we ook met het bedrijfsleven, met veiligheidspartners en kennisinstituten. Alleen zo kunnen we voorop blijven lopen met onze landmacht en alleen zo kunnen we relevant blijven. Overigens zag de wereld er nog heel anders uit toen ik als 18-jarige kadet aan de KMA begon. De Sovjet-Unie was bijvoorbeeld nog een reële dreiging. En dat was ook nog zo toen ik in 1989 gestationeerd werd in Zeedorf bij 41 Panzer Genie Compagnie. In de periode na de val van de muur zetten we ons over de hele wereld in voor vrede en veiligheid. Zelf nam ik deel aan onder andere missies in Cambodja, Bosnië en Afghanistan. Wat ik in mijn loopbaan heb geleerd, wat ik in de afgelopen 30 jaar heb geleerd, is dat het verhaal van elke collega, van elke militair, van elke burger belangrijk is. Om ervan te leren, om er beter van te worden. Ik ga jullie geen gouden bergen beloven, maar ik beloof jullie wel naar jullie verhalen te luisteren. Omdat wij vandaag beter willen zijn dan gisteren en morgen beter dan vandaag. Ik ben Martin Wijnen, ik ben jullie commandant.